zoals je misschien al gehoord hebt, organiseert Envida binnenkort een kennisprevenement. Deze vindt plaats van 7 juni tot 11 juni. Tijdens dit kennisprevenement worden webinars gegeven die gericht zijn op onderzoek. Onderzoek in de zorg is namelijk heel belangrijk, zeker om de kwaliteit van zorg te meten. Op 8 juni zal ik samen met Roy het webinar Anders Meten Thuis gaan verzorgen. Anders Meten Thuis is een methode waarbij de kwaliteit van de zorg gemeten wordt vanuit de cliëntperspectief. In dit onderzoek kijken we op welke manier de ervaren kwaliteit van langdurige zorg op een passende en laagdrempelige manier in kaart gebracht kan worden. Het uitgangspunt is om meer ruimte te geven aan de cliënt om aan te kunnen geven wat voor hem of haar belangrijk is en wat juist goed en minder goed gaat. Op 9 juni zal ik samen met Anne het webinar bekostiging in de wijkverpleging verzorgen, voor de wijkverpleegkundige wel bekend als het case mix model. Volgens de huidige regels wordt de wijkverpleging bekostigd met een uurtarief. De zorg wordt dus betaald per uur geleverde zorg. Envida is één van de zorgaanbieders in Nederland die dit anders aanpakt. De wijkverpleging wordt bij Envida namelijk per cliënt per maand betaald. Dit is nu nog een experiment, maar in de komende jaren willen we dit experiment verder ontwikkelen tot een nieuwe vorm van bekostiging voor alle aanbieders van de wijkverpleging in Nederland. Binnenkort ontvangen jullie het hele programma op jullie e-mail. Ik zie jullie graag bij mijn webinar. Tot dan!